Alles goed? Met mij wel, hoe gaat het met jou? Goed. In de Kim Lian tunnel nog steeds? Ik ben heel neutraal. Ja, want we zijn weer terug vandaag om het maximale eruit te halen, weet je nog? Maximale? We gaan vandaag alle hints naar Freesia behandelen. Ja. En dat doen we voor iedere kandidaat. Dus ook naar jouw mol, Kim Lian en Everon. Zo kan je zelf een goed overwogen keuze maken wie nou toch de mol is van dit jaar. Eigenlijk een dingetje. Je weet waar ik heel erg van hou. Van Kim Lian? Nee, je weet wel wat voor eten ik heel erg hou, toch? Taart? Ik hou van... Nee, heb je sushi meegenomen? Nee. Voor de duidelijkheid, ik hou niet van sushi. Nee, je hebt dat nooit gegeten, dus je weet helemaal niet of je ervan houdt. Is toch lekker? Ja, en dan doe je zo'n beetje in de sojasaus. Mm. Je zit nog gewoon rijst te likken. Is dat rijst? Nee, nou, wat dit, is dat velletje? Dat is zeewier. Zeewier? Ja. Je gaat toch geen zeewier eten? Dat komt uit de zee. Laten we beginnen met Freesia. Ze staat het hele seizoen al op belangrijke posities, op sleutelposities. Bijvoorbeeld met Thomas bij de opdracht vergelijken. Dat is een belangrijke positie. Ze heeft het minste geld verdiend van de kandidaten. Dat is waar. Dat is ook wel ontzettend verdacht. Zeker. Bij de opdracht nu met Kim Lian stond ze op die toren. Juist, en dit seizoen speelt zich ineens af met 11 spelers. En deze had ik bij de nutteloze hint. Oh. Maar een voetbalelftal, daar verwijst dat natuurlijk naar. Ja, zeker. De tijd zal het leren. En dat is ook de titel van aflevering 1, waarin de tijd centraal staat 11 minuut 22. Ja. Als je nou kijkt wie als 11e en 22e in beeld komt voor de eerste opdracht, is dat... Het zal Freesia wel zijn. Ja, want deze video gaat over Freesia. Hmm. En de mol die wordt vaak niet genoemd of door de afvaller. En tijdens de eerste aflevering wordt Freesia door helemaal niemand verdacht. Ah ja. Oh ja, dat is zo'n theorie dat inderdaad al jaren doorgaat, toch? Je hebt ook een aflevering die heet Niet Zeggend. En een aflevering Zwijgend. Ja. En nu is het zo dat Freesia het minste biecht van alle kandidaten als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja, en die aflevering daarna was Stemmen. Oh, en die aflevering was in één keer heel veel aan het woord en heel veel biecht en heel veel doen. Terwijl ze die aflevering Niet Zeggend en Zwijgen inderdaad amper aan het woord is. Dat vond ik een hele opvallende heel verandering. Hey, in aflevering 3 had je die opdracht met die voetballen. Oh, Freesia, die is een voetballer. Voetbal. Dit is geen voetballer. Voetbal, nou, presentatrice. Ja, maar ze voetbalt ook. Die derde aflevering waar je het over had, had je ook de opdracht waar rook is, is vuur. Ja. En dat zegt eigenlijk dat er een deel wel waar is van geruchten. En Freesia, die gaat die aflevering een gerucht de wereld in helpen dat Kim Lian geld heeft achtergehouden. Ja, je zegt dus dat waar is. Dus dit is een hint naar Kim Lian. Zij is ook als enige nog over van het tweede groepje binnen en buiten bereik tijdens aflevering 2. En dat was het groepje dat het geld kon verdienen. Dat was met al die minigames. Ja, oh ja. En die tweede groep, die verdiende uiteindelijk het geld. En zij is als enige daarvan over. Dus dat vind ik ook een sterke hint naar Freesia. Ze gooide ook al die pingpongballetjes. Oh, die gooiden ze het mis. En dan gooiden ze er één. Terwijl als iemand goed moet zijn met ballen, is het toch Freesia. Want ze is... voetballer. Weet je nog, in het vorige seizoen had je een steen en die lag op de haard. Je had in aflevering 6 had je de opdracht verschiet. En wie schoot er met de pijl en boog? Ja, dat was onder andere Freesia. Ja. We hebben dit seizoen het gemaskerde bal, alle maskers theater. Bal! Gemaskerde bal. Nee, maar ik wou eigenlijk gaan naar Arias. De achternaam van Freesia. Oh ja. Daar zou ik natuurlijk ook naar kunnen verwijzen. Een aria. Ik vind bal sterker, denk ik. Een bal. Ik geloof er geen bal van. En dat gemaskerde figuur, dat hoofd, lijkt ook best wel op het hoofd van Freesia. Houd toch even op. Kom op, hetzelfde. Dit is toch gewoon een masker? Ja, ik vind het ook wel gek. Waarom doe je een masker? Kijk nou. Net als dat ik een masker zou maken van jouw hoofd en dan op jouw hoofd zet. In aflevering 6 heb je dat met in dat fort met die sleutels zoeken in die muren en zo. En Freesia vond het na 3 sleutels wel genoeg geweest. Ja. Terwijl ze er zelf
0 heeft gevonden. En het was in het verschiet. Maar het was inderdaad heel gek dat ze aanspoorde om die vierde niet te gaan zoeken. Want daardoor kon er al minder geld worden verdiend. Er zat wel heel duidelijk in de montage dat ze voorbij een sleutel liep. En toen werd die sleutel nog getoond. Ik vond het wel echt een robgevalletje. Maar het was ook wel gewoon heel donker. Donker? Wat? In dat fort. Oh, in dat fort. Ja, het was moeilijk te zien. En een mol die ziet ook niet zo goed. Die ziet geen bal. In aflevering 6 had je ook die opdracht met die jetskis. En die boeien. Dat ze die boeien allemaal moesten gaan plaatsen. Ja, niet zo boeien die opdracht. Vond nog geen bal aan. Nee. Bal? Freesia heeft van alle kandidaten de minste boeien verplaatst. Oh, echt? Namelijk maar 2 de op beeld dan. Maar dat is wel heel verdacht. Dat is heel verdacht. En de titel van de aflevering. Ze was wel even zo aan het racen, weet je. Ja, er was golfbeweging. En zij was echt heel veel golfbeweging. Ja, heel veel maar golfbeweging. Maar ook alsof ze heel veel had geoefend op zo'n jetski. Alsof ze als mol even en oefeningen had gedaan. Bij golven heb je nodig een bal. Je had die sleutelcodes van die kistjes. En als je die omzet naar letters, kwam er uit mol F. Oh ja, ja, maar dat vond ik niet zo sterk eigenlijk. Ja, ik wel. Aflevering 7. Die heette coulissen. En wie was er tijdens de laatste opdracht van die aflevering achter de coulissen? Oh, dat ja. was Freesia. Ja, dat is want goeie. Zij deed als enige niet mee. En dit vind ik toch wel de sterkste titelhint, denk ik, naar een kandidaat. Eens. Want ja, zij deed niet mee. En ze heeft haar groene vrijstelling ook zo lang bewaard. Ja, dat sloeg ook nergens. Hoewel heel verdacht. En als mol weet je natuurlijk dat die opdracht eraan zit te komen. En de opdracht was ook nog eens, er kon geen geld worden verdiend. Ja, dus hoef je ook niet mee te doen. Nee, hoef je ook niet mee te doen. Hoef je ook niet mee te doen als mol. Nee. En Freesia zegt een aantal keer schaap. Of in ieder geval 1. Ja, bij vakman schaap. Ja. Jij had het kunnen bedenken, die opdrachttitel. En we hadden natuurlijk die opdracht de boot missen. En dat is toch wel een van de spectaculaire opdrachten van dit seizoen. Want denk de mol dat, is dat we, achterlangs gevaar. Denk je dat we de mol kunnen zien? Nee. Ik denk het ook niet. Denk het niet, want net zoiets als met Jan, die hebben we toen ook niet kunnen zien. Ja, heel kort. We hebben Jan volgens mij met de capuchon wel heel kort kunnen zien. Nou, als we dus even kijken naar al die beelden, zien we 1 bootje wat de hele tijd achterlangs vaart. En als enige zien we die niet bij Freesia. En als je kijkt naar die figuren, lijkt er ook wel 1 figuur een beetje op Freesia als je de kleding vergelijkt. Maar, ze lijken ook allemaal Thomas en viel af. Ik vond ook wel heel verdacht dat ze tijdens die opdracht zo aan het zoeken was naar een fysieke vrijstelling. Die hele boot overhoop aan het halen, zelfs die man helemaal aan het betasten. Maar vond je dat heel gek? Ja. Ten eerste, had ze al een vrijstelling? Waarom ga je dan op zoek naar een vrijstelling? Dat detail was ik even vergeten. Dat vind ik heel gek. Ja, maar goed. Maar Rick zei toch, je kunt een vrijstelling verdienen. Dus dat is niet zo gek, toch? Maar ja, weet je, er wordt nu ook geen geld verdiend door haar. Of amper, doordat ze zoveel aan het zoeken is. Nee, dat is waar. Maar ja, ze had gewoon even achterom moeten kijken. Ai. Wellicht heeft Kim dat wel gedaan en heeft ze Freesia gezien. Ja, maar Kim zit op Everon. Dat doen ze je laten denken. Maar in de laatste aflevering hebben we niet gehoord op wie ze zit. Dus ze is geswitcht. Ja, maar in de aflevering van de boot wel. En daarom zat ze met Freesia in de toren. Kijk, de mol die kan er op de vloer natuurlijk ook gewoon de verkeerde container weg. Of de goede container weghalen. En dan kan er al geen geld meer worden verdiend. Dat is heel vreemd. Maar aan de andere kant, bovenin die toren, kan je, als je vooraf die vragen had geteld, had je geweten, er moet een dubbele container zijn. En ze hebben niet vooraf die vragen geteld, waardoor er dus te veel containers overbleven. Die boot missen was ook een soort waar is Waldo. Je moest gestreept. En Freesia had de aflevering ervoor dat shirtje aan. Ja, dat shirtje. Een waar is Waldo shirtje. Ja. Heel verdacht. Zand erover. Toen was het Freesia die Kim, Lian en Evelyn riep van, oh jongens, kom, ik heb hier wat gevonden. Ja. Ik kan dat echt niet in mijn eentje opgraven. Dus je moet allemaal komen. En toen was het een derde frame. Die ze helemaal niet nodig hadden. En toen had de rest dus niet gegraven. En de mol heeft alles zelf begraven. En weet natuurlijk waar die onderdelen liggen. Dus het kan er heel goed. Het is een beetje onhandig dat ze dan 3 frames opgraaft. Wel heel erg goed voor de anti-verdenkingen. Maar niet heel erg handig om geld te verdienen. Nee, en mollenvanger, zo heette die aflevering. Ja. En dat kan ook een anagram zijn voor mollengraven. Maar je kan het ook mollen vragen of vragen mollen. En wie stonden er bij de vragen? Kim, Lian en Freesia. Ja. De containers tijdens de opdracht heftig lijken ook nog eens de vlag van Chili te vormen. Het was Freesia die bij die opdracht van heftig, waar je het net over had, ook 2 foute antwoorden had gegeven. Er was dus eentje waar inderdaad alleen de naam Freesia op stond. En mollenvanger zou ook kunnen zijn dat ze met die heftrucks de mol, oh, pak ik weer sushi, de mol hebben gevangen.
Dit waren alweer alle hints naar Freesia. Of tenminste, vast niet alle hints. Er zijn heb jij nou nog een hint die wij hebben gemist? Hieronder, hè? En kijk zeker ook de video van Kim Lian, die dan morgen online komt. Nee, morgen is Efron. Morgen is Efron en daarna komt nog de video van Kim Lian. En ja. Zo kan je zelf kiezen wie nou uiteindelijk jouw hoofdverdachte is. Maar het is natuurlijk Freesia. Ja. Ja. Nou, ik ga nog even lekker sushi eten en dan zien we jou bij de volgende video. Doei doei. Doei. Heb je de mol gezien? Is het nu tijd voor Sien? Ieder weekend praten wij over de theorie. Vergezochte hints en de psychologie. Pak je molboekje erbij, want het is tijd voor Sien.